Welkom bij een nieuwe aflevering van FC IC, aflevering 11 alweer. En we komen terug van een leenperiode bij NEC. En dit is de plek natuurlijk waar we hebben laten zien dat we aardig kunnen ballen. En dat we het niveau ook aan kunnen van de Eredivisie. Vandaar dat ik ook zeker verder ga kijken. En ik had gevraagd om jullie reacties wat ik nou precies ga doen. Een aantal van jullie nog van de vorige filmpjes zeiden ja, het is wel leuk om na Feyenoord ergens heen te gaan. Maar ik wil ook weten, is het voor jullie oké? Omdat ik misschien nog zelfs deze transferperiode wegga. Want ik heb al gezien dat een aantal clubs geïnteresseerd zijn. En terwijl we even doorkijken naar ons profiel hier. En de andere spelers ook natuurlijk nog spelen. Dirk Kuyt is niet gestopt. Zoals bij onze eigen competitie carrière is hij wel gestopt na 1 jaar. Hier gaat hij nog eventjes door. Dus dat is altijd leuk dat je natuurlijk met Dirk Kuyt in 1 team kan spelen. En over spelen gesproken. Dit is de allereerste wedstrijd tegen Real Valladolid. Valladolid met een L is het. Met een L. En in het fantastische Santiago Bernabeu. Dus ik weet niet hoe ze dat geregeld hebben. Misschien dat hun zelf met een internationaal toernooitje bezig zijn. Maar dit toernooi is een aantal aardige teams. Maar ik denk wel dat wij een van de sterkere teams zijn in deze vriendschappelijk toernooi. En dan kunnen we wat extra geld verdienen. En het is de 3e minuut waarin we meteen al wat kunnen doen van ons team. Mooi voetbal wordt er gespeeld, al zeg ik het zelf. Hier een beetje rommelig en Leao kan onderscheppen. Maar wij krijgen opnieuw aan de bal. En we blijven sprinten en sprinten en sprinten. En je hoopt dat hij er doorheen kan geven hier. Hij gaat hier doorheen. Het schot. Zo. Ja, er was niks mis mee. 36e minuut alweer. Het schiet op. Ik ga heel snel door deze wedstrijden heen. Want niemand heeft zin om verschappelijke wedstrijden te kijken waar niet zoveel gebeurt. Dit is Dirk Kuyt met voorzetje op IC. En die is ook hartstikke lekker. En dan 100 gewone kopduels. Dan krijgen we plus 1 balans. En de kenmerk omhaal hebben we nu. En plus 2 koppen. Dus dat zijn die vaardigheden. Maar het is wel leuk dat we nu omhaal kunnen maken. Dus in plaats van misschien verre inworp, kunnen we die nu voortaan erin zetten. En dat was al de grootste kans van de wedstrijd. En hier beginnen ze een beetje raar uit te verdedigen. En kunnen we bijna onderscheppen. Nog eens bijna onderscheppen. Alleen dan staan we om 3 man heen. Terugkappen, paasje. Die is niet helemaal lekker op maat. En dan even snel doorspoelen. En dit is Moyano met een verkeerde paas. En dan kunnen we onderscheppen hier een heel mooi voorzetje op El Jero Elia. En die zit er heel goed in. Dat is ons allereerste doelpunt voor Feyenoord dit seizoen. Sorry, allereerste assist natuurlijk. Want onze allereerste assist. En Thornstra gaat helemaal gek. Alsof je de wereldbeker gewonnen hebt. Hier, dat is mooi. Dan doe je met je rechterstick, flik je hem zo naar de andere kant toe. En wat hij dan doet, is gaat hij hem dus niet zeg maar dribbelen, maar dan sprint hij meteen naar die bal toe. Dus dat is wel een leuk detail. En de keeper, ik weet niet precies wat hij aan het doen was. Het had beter gekund. Maar altijd leuk natuurlijk om zo'n lekker assistje te geven. Helemaal in Bernabeu. Dit is een corner. En dan zeggen wij, hey, geef die bal maar aan ons. En dan is er een tweetje met Otjero Elia. En natuurlijk Sam Aisje. En dan gaan we met een sprint. Hier moet lukken. 1-1 op de keeper. Maar die verdediger van Real. Die verdediger van Real, Valladolid. Die heeft ons aardig te pakken. En die kan eraf. Dag. Goeiedag. Mario Hermoso. Excuses als ik de namen niet weet. Maar dit zijn natuurlijk teams waar ik niet elke dag mee speel. En dit is waar hij eruit gaat. Dan is het niemand minder dan Jens Toornstra. Hoppakee. Geen commentaar. Geen gelul. Die zit er goed in. En dan kunnen wij zeggen dat het eigenlijk ons tweede assist is. Want we hebben hem klaargelegd voor hem. En ze spelen met 10 man. In deze wedstrijd hebben wij het ook in de pocket. Even rustig kijken naar deze balletjes. Jens Toornstra. Oeh, die is lekker hoor. Die is lekker. Ja, 3 man in de muur. Zo. In de rechterkruising. Opnieuw de keeper. Twijfelachtig momentjes. En dan komt Michiel Kramer erin voor ons. Dus we hebben Kramer en we hebben Silimani ook nog. Dus we hebben nu 2 spitsen achter ons. Dus misschien is het wel een goed moment om inderdaad ook verder te kijken. Helemaal als we altijd maar gewisseld worden. En we volledige potjes willen spelen. Dit is de volledige wedstrijd. Geëindigd in 2-1. En dan is het aan de volgende jongen in de groepsfase. En dat is Nuremberg. FC Nuremberg. En dat is geen slechte ploeg. Want die spelen gewoon in de Bundesliga. En ik weet zeker dat hun ons een moeilijke wedstrijd gaan geven. Zal ik jou eens een geheimje vertellen. Er is helemaal niks aan. We worden in de 70ste minuut gewisseld. Het is 0-0 en het blijft 0-0. Ja, ik heb je het beloofd. Ik ga geen saaie wedstrijden laten zien deze keer. En zoals ik al zei, het blijft 0-0. En ook als ik gesimuleerd heb, gaan we terug naar het menu. En dan blijft het ook 0-0. Dus ik heb je weer wat ellende bespaard gebleven. Dat is mijn gift aan jullie. Omdat jullie zoveel naar mijn filmpjes kijken. Hey. Tegen Pacos uit Portugal. En dan is het. Pacos Ferreira. Tweede wedstrijd gespeeld. Dus bij elkaar staan we gelijk. En wie deze wedstrijd wint, het is natuurlijk heel simpel. Oh, dit is trouwens het EK begint bijna voor het Nederlands elftal.
En daar zitten wij jammer genoeg niet bij. Ik begrijp het niet. We hebben echt heel goed gespeeld bij NEC. Ja, oké. Okay. Ik zeg het eigenlijk al. We hebben heel goed gespeeld bij NEC. Dat vinden ze waarschijnlijk niet genoeg. Daarom wil ik graag Nederlands elftal komen. En misschien wil ik daarom ook wel een stapje hoger op. Alhoewel, bij Feyenoord spelen dus als het goed is ook wel moeten. Maar dan moet je wel volledige wedstrijden spelen. En Paços Ferreira is de volgende tegenstander uit Portugal. Die speelt, volgens mij is het een beetje een laagvlieger in de Portugese, competitie. Daar is hij dan. Schuurman. Ja, die Schuurman. En tussendoor Verdonk met een heerlijk paasje. Kelvin Verdonk op Sam Icy. En die gaat hem lekker in het rechterhoekje. En dan is het in de 24e minuut 1-0 tegen het Portugese team. En ik moet zeggen, dat is natuurlijk helemaal niks mis mee. Want als we deze wedstrijd winnen, komen we als eerste in de pool. En los van dat je natuurlijk gewoon een leuk bedrag krijgt, moet je ook dan tegen de tweede plek van de andere pool. Zijn twee poeltjes in het toernooitje. En dan is dat natuurlijk een goede uitgangspositie om een rondje verder te komen en in de finale te gaan spelen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit tegen wie we spelen. Ik denk persoonlijk dat we, als we ons niveau halen, dat we deze competitie, dit toernooitje wel kunnen winnen. Vandaar, doelpuntje was daar. En in de 60ste minuut is het aan mij om misschien hier wat te gaan creëren. Linkerkant daar. Aan de zijkant. Vinovic. En we vragen het balletje opnieuw. Vinden wat ruimte. Paasje er tussendoor naar Verdonk. En we vragen hem hier er tussendoor. Maar een beetje lastig. Nou, dan gaan we meer als aanspeelpunt functioneren. Vilena. Nee, wat? Oh, een beetje rommelig allemaal. Nou, ik denk dat dit erop zit. Want meestal worden we rond dit tijdstip gewisseld. Laat me raden. 3, 2, 1. Ja, iemand wordt gewisseld. Dat zijn wij natuurlijk. En dat is wel een beetje, Een beetje minder, maar dat maakt niet uit, want we gaan naar de volgende ronde. Persoonlijk gaan we lekker simuleren. Iemand zei tegen mij, het lijkt me niet zo realistisch als je elke keer jouw wedstrijden zelf gaat afspelen. En daar ben ik het helemaal met je eens en dat zal ik ook niet meer doen. Het spijt me zo ongelooflijk. Feyenoord weer met 3-0, ze hebben dus nog 2 in kunnen prikken in de tijd dat ik er niet bij was. En dan moeten we tegen Basaki hier. Basaki. Een Turks team. Ja, het zijn moeilijke namen. Maar dit is een team uit de Turkse competitie. De Superliga, als ik het goed heb. Medipol en Elia en Kuit gaan gewoon beginnen. Je ziet al, omdat het de halve finale is, krijgen we al een iets sterker team dan de talenten alleen. Nog wel Gronsveld aan die kant. Misschien dat ze Congo sparen, omdat hij binnenkort naar het EK gaat met het Nederlands elftal. Dat zou ik natuurlijk goed begrijpen. Lopez Cabral. En die tikt hem naar voren en dus via Gustafsson Nieuwkoop komt hij bij ons en wij geven hem aan die rechterkant naar Toornstra, die met een geweldige beweging paasje tussendoor. Dit is de kans, maar we geven hem terug op Dirk Kuyt, vragen hem terug, kopballetje. Oh, wat kan? Toornstra, de man met de schaar. En het is natuurlijk ook een beetje door ons dat we hier dit prachtige doelpunt voorbereiden. 1-2'tje op het hoofd. Geweldige redding trouwens van die keeper. Geweldige redding. Echt, als daar niemand bij, als Toornstra niet had gestaan, dan was het echt een wereld doorheen geweest. En jammer genoeg is het een rebound. En is dat Toornstra. En dan in de 57ste minuut worden gewisseld voor Islam Slimani. En het is ook iemand van ongeveer 79 rated. Dus nog eens een jongen die ons in het rijtje staat. Die op onze positie kan spelen. En dan met de 7 punten natuurlijk. En de halve finale gewonnen moeten we gaan spelen tegen Frank. Düsseldorf, ik weet het niet, ik weet het niet zeker. F Düsseldorf, de voetbalclub waarschijnlijk gewoon. Voetbalclub. Düsseldorf, het lijkt me niet Frankfurt natuurlijk, dat is de mooie weken. Dat is mij weer een ervaring, hè? Al deze clubnamen. Ach, man, verschrikkelijk. Ik ben er soms goed in, soms ook weer niet. Dit is hem dan. Vinovic, Vilena, Verdonk, Congolo, Botteguin, Karsdorp, Nelom, Vermeer, Elia en natuurlijk Samaisi. En dit is de opstelling van Düsseldorf, Mike van Duinen. Kennen spits natuurlijk uit de Eredivisie. En dat zal wel een van de gevaarlijkste jongens zijn. En dan is het alweer 50ste minuut. Er gebeurt niet zo gek veel. Dit is Abavor. En een slechte paas kan Nelom onderscheppen. En mooi voetbal wordt hier gespeeld. Oh, heerlijk. We lopen die diepte in. We beginnen het al aardig te leren. Icy kap naar binnen. Gaat hij voor het schot zelf? Hij gaat voor het schot. Bam. 75 schoten op doel. Of zo'n schoten plus 1. En die zit er heel lekker in. En dit is de finale. Dus we gaan juichen met de fans. In een fantastisch stadion natuurlijk. Kijk dit nou. Loop naar binnen. Inhouden. Die verdediger denkt, gaat hij nou schieten. En recht door het midden. Knallen. Zo'n raket. Ja, die is lekker. Dat is volgens mij ons tweede doelpunt. Valt wel mee.
tweede, volgens mij is het de tweede doelpunt. Maar het gaat hartstikke lekker. Assistjes, doelpuntjes. En we laten zien dat we dat natuurlijk echt staan. 57e minuut, de druk wordt opgevoerd. Vilena naar de Vinovic. Oh, lekker gevoetbald. Die zat er. Daar zat meer in. Nog eens een keer dan. Nog een kans. 62e minuut. Tiki-taki in kant nou. Dat is wat het daarop lijkt. Elia geeft hem terug. Waarom geeft hij hem terug? Waarschijnlijk omdat ik erom vroeg. En het schot gaat net naast. Ik had er niet om moeten vragen. Hij had gewoon zelf moeten gaan schieten. En in 63e minuut is het alweer. En dat schot. En trouwens, de reden dat ik nummer 10 heb. Ik heb geen idee. Ik heb er niet om gevraagd. Ik heb het niet zelf ingesteld. Dat kan volgens mij... Kan wel trouwens. Maar ik had 19. En op een of andere manier heb ik nu 10 gekregen. Dus ze zien me toch als een van de belangrijke spelers, denk ik. Goed om te weten. Maar dan worden we gewisseld tegelijk met Mike van Duinen. En hier nog eens het scorende en hopelijk winnende doelpunt. En dan heb ik gekozen om even de wedstrijd te gaan bekijken. Want het is ook wel de finale. Maar er gebeurt helemaal niks. 90 plus 3. Blessure tijd alweer. Het is Koch met de voorzet. En Kenneth Vermeer die heeft hem rustig te pakken. En dan wordt er op heel binnenkort afgefloten. En hebben wij die prijs te pakken. Dat is toch altijd lekker. Dat we het winnen doelpunt maken en de prijs pakken. En tegen Düsseldorf. En dat was hem alweer. Voor deze aflevering. Ik hoop je genoten hebben. Het is een beetje een tussenaflevering. Laat me weten of ik van jullie naar een andere club mag. Want om ik te zijn ben ik een beetje ziek van de Eredivisie. Als ik heel eerlijk ben. Bedankt voor het kijken weer. En enorm veel steun op deze serie. Daarom ga ik ook meer uploaden. En daar ben ik ook mee bezig. En tot de volgende keer. See ya.